Ja, we gaan natuurlijk zo verder praten. Johan, even Tommy Wieringa gaan met zijn reactie op de aanslag bij de Telegraaf. Kon dat of kon dat niet? Iedereen is mij ontgaan. Heb jij dat niet meegekregen? Nee, want ik ben de hele dag onderweg geweest. Nou ja, hij kan niet zover dat als Hans Steeuw of Theo Maas er maken, liggen we helemaal in een deuk. Ja. Maar waarom mag die man hem niet maken dan? Ja, even zien, dat ging op die aanslag. Gewoon een grap, man. Dat was gewoon een grap. Ja, Twan Huis is gelekt. Er is er vannacht een brandende auto binnengereden in het pand van de Telegraaf. Ja. Ja. Nou, dat werd tijd. Oké. Ik vind dat helemaal niet grappig. Ik vind die man sowieso niet grappig. Maar ik vind dit helemaal niet grappig. Gisteren zat bij jou ook zo'n comedian. Ja, Raoul Heertje. Raoul Heertje, die dan ook weer even moet zeggen van... ja, nou ja, ik lees die krant niet. Want het is not done, geloof ik, in hogere kringen dat je de Telegraaf niet leest. Maar als je de Telegraaf niet leest, dan ontgaat je ook veel. Ik vind om een oordeel te mogen vellen over de Telegraaf... moet je de Telegraaf wel lezen. Ja, maar en dit zijn van die mensen die met Dudin neerkijken op dat volkse krantje... en die daar een oordeel hebben, die daar arrogant staan te doen. Ik vind het heel misselijkmakend, want dat is best een ernstige zaak namelijk. Want als er een auto binnenrijdt bij een of ander kutauteurtje... die 500 boeken verkoopt, dan is Leiden een last bij meneer. Hè? Je denkt dat hij selectief nu op dit moment is? Ja, natuurlijk, joh. Ja? Dat is een houdingtje. Maar de hele vrijheid van de Nederlandse pers staat op het spel. Dat heeft niks met de Telegraaf te maken. Maar ze ontzien dus niemand meer. Het is gewoon een ernstige zaak in deze langzamerhand totaal verloedende maatschappij. Ja, waar wij nog voor een beetje nuance zorgen aan deze tafel. Nou nee, waar wij gewoon voor wat onschuldig amusement zorgen. En met vaak wat niet iedereen zo, verkeerde grappen die vaak op, tenminste als die mensen aan de overkant meedoen, een beetje platvloers worden. Ja, daar komt het een beetje door, ja.